Stefan en Els begonnen een zevental jaar geleden aardappelen te telen. De bedoeling was toen al om alles rechtstreeks te verkopen aan de detailhandel. Maar daardoor begint hun seizoen extra vroeg. Vanaf begin juni wordt er geoogst. Maar die kleine hoeveelheden vroege aardappelen worden beschadigd door een klassieke rooier. Om niet alles met de hand te moeten rapen, kocht Stefan via een zoekertjesite een oude bunkerrooier. Ik heb er een verstekrooier van gemaakt, voor niet te moeten tussen die, met de tractor tussen de aardappelen te rijden. Want als je dat doet, de dag nadien, als je terugkomt of wat de dag nadien regent, erop worden die aardappelen dan blootgeregend, dan nog in die rust zitten en ze komen te groen. En dan kun je ze, als je de volgende keer weer komt rooien, kan je ze niet meer gebruiken eigenlijk. Dus ja. Dankzij een vertragingsmechanisme draait de opvoerketting maar aan 1/3 van de oorspronkelijke snelheid. Daardoor draaien de aardappelen minder rond en geraken ze niet beschadigd. Bovendien kregen alle spijlen van de ketting een kunststofbekleding. De opvoerband van de bunker werd omgebouwd tot leesband. De aardappelen komen in een kist waarvan de hoogte hydraulisch aangepast kan worden. Ze kan ook draaien in de lengterichting om de aardappelen mooi te verdelen. Die kisten zijn eigenlijk ook, heb ik ook een ontwerp van mijn eigen eigenlijk, voor zo weinig mogelijk er aan moeten aan te werken. En thuis aan mijn kistenkantelaar eigenlijk, dat we dat kunnen voorzichtjes laten uitrollen op de tafel voor het dan in te pakken. En die kisten zijn ook laag gemaakt of standaard kisten, voor dan die aardappel niet zo hoog zouden te vallen. Alles samen een relatief goedkope investering die snel wordt terugverdiend. Want vroeg rooien voor rechtstreekse verkoop laat toe een mooie meerwaarde te realiseren. Het systeem laat ook toe om een zo goed mogelijke kwaliteit na te streven, wat de consument en het imago van de aardappel ten goede komt.